De laatste dag van BlackBerry World 2012. Er was zoveel nieuws dat we vandaag maar gewoon naar South Beach, Miami zijn gereden. Ocean Rescue komt nu achter mij voorbij, geloof ik. Ik zit niet in het water. Gaat ook niet vandaag, dus jullie gaan me niet in het water zien. Want daar achter mij wapperen een rode en een zwarte vlag. Dat betekent kwallen, stroming, wind, van alles en nog wat. Maar je mag in ieder geval niet het water in, helaas. Ja, BlackBerry World, wat moet ik ervan zeggen? Maandag sprak ik nog over BlackBerry 10 en het Dev Alpha device. Dat was allemaal leuk en aardig. Maar ja, dat was ook ongeveer het enige nieuws dat er was. Er was nog wat onduidelijkheid over wat dat Dev Alpha device nou was. Daar kwamen we woensdag achter. Woensdag hadden we een interview met Alex Saunders. En die legde pas echt uit hoe dat nu precies in elkaar zit. Nou, ik ga jullie daar niet in detail mee vervelen, maar het komt erop neer. Het Dev Alpha device heeft de Playbook interface en toch echt wel BlackBerry 10 als kernel. En maandag was daar sprake van dat dat niet zo zou zijn. Dat het gewoon een BlackBerry Playbook OS helemaal zou zijn. Torsten Heinz, die kon ons dat schijnbaar niet vertellen. Maar ja, waarom zou een CEO ook de belangrijkste details moeten weten van een nieuw OS, dat is futiliteit. Alex Saunders kon er dus wel vertellen. Nou, developers kunnen dat toestel straks omruilen. Dan krijgen ze steeds betere versies. En uiteindelijk moet dat toewerken naar in oktober. Of misschien wel zelfs pas november. Maar zeker niet voor oktober. Naar het eerste BlackBerry 10 toestel. Voor nu, 5 maanden lang. Ik denk dat wij maar hier op het strand blijven zitten. Oh nee, we hebben nog wat andere fabrikanten. Er is nog iets met Samsung en met Nokia. En dan komt nog wat met Sony. Ja, ik ga toch maar terug naar Nederland.